Tom, geef mij net een blikje aan die al open was. Sorry! Had ik niet. Ja, jij hebt hem toch zelf geopend? Ik was het ook vergeten. Welkom bij de Tom en Paige Hot Coffee Show. Tom heeft er heel veel zin in. Die? Of jij? Oh, ik. Je bent een beetje schuchter vandaag. Schuchter? Schuchter, timide. Mooi oud, timide. Wat ja. Heb je weer een mooi oud lingo opengeslagen in één keer. Farao, F-A-R-O, ja, dat was hem al, hè? Ja, dat was hem al, ja. Dat was hem al. Zes letterwoorden lingo. Ja. Ja. Timide. Ja. Hé hey jongens, bedankt voor de reacties vorige week. Het was echt enerverend. Enerverend, ja. Ik vond het enerverend. Het deed echt iets met de mensen. Wat was de stelling ook weer? Oh ja. De games gewoon met bugs moeten gewoon worden uitgebracht gewoon. Ja. En ik weet niet, er was wel een beetje verdeelde meningen over. Dat de ene zegt van ja, de ander zegt van nou ja. En de ander zegt ja, een beetje tussenin. En dan begon iets heel ergens anders over wat er niks mee te maken had. En weer een derde zei... Hebben jullie al de nieuwe gezien van... En weer een derde zei van hallo, ik ben Dindy. En nou, echt... Onwijs bedankt. Nou, dat waren de reacties van vorige week. Laten we doorgaan met een hele leuke discussie tussen Sebastian, WWE, eerste WWE. Hey, ik heb een stelling. Wat als Microsoft en Sony samen console hadden gemaakt? En zegt Johnny, is geen stelling. Dus heel vaak leveren mensen stellingen aan, zo van, PlayStation Now gaat het worden. Dat is toch goed? Dat is wel een stelling. Ja, maar ze zijn zo specifiek. Net zoals dat van is toch goed? GTA 5 wordt leuk. Ja, dat is wel... Dat is ja, wel, dat, dus... van dat soort stellingen. Ja, yeah, thanks. Jongens, deze week is er een ingebrachte stelling. Tell me why ain't nothing but a thought. Tell me why ain't nothing but a mistake. Tell me why. En ik breng hem in. Nou, hoppakee. Ja. Jij neemt gewoon die show over. Ik neem de show Fuck over. Fuck het format. Jullie, we hadden vorige week nog beloofd dat jullie iets mochten zeggen. Ja. Doen we niet meer. Maar soms gebeurt het volgende week weer. Maar soms gebeurt er iets in de actualiteit waarvan ik denk, daar willen we het toch even over hebben. Ja. De stelling van deze week is namelijk, dat is naar aanleiding van, internet ontplofte bijna. Naar de enorme reacties op de Gamersnet Game Awards. Zoals jullie weten, GTA New Gen is onze Gamersnet nummer 1. Dus de Game of the Year 2014. Game of the Year 2014. Dat beslissen wij niet, dat beslissen jullie. Dat hebben jullie echt zelf gestemd. Wij doen alleen een lijst met 40 games. Nomineer. Maar, ja, en dat is dus het probleem. Iedereen is zo van, jullie hadden die er nooit in mogen zetten. Ja, nu weet nou, hoeveel klachten zouden we dan gehad hebben? Als we gewoon GTA 5 er niet op stond. Hoeveel van jullie zouden dan gezegd hebben, waarom staat GTA 5 er niet op? Ik heb hem gekocht van mijn PlayStation 4 en ik wil erop stemmen, verdomme. Ja. Nou, bedankt voor het kijken. Ja. Tot volgende week. We hebben het weer gepareerd. Tom is heel bondig. Vandaag? Nee, maar het is toch gewoon de waarheid. Dat, kijk, wij hadden het er ook uit kunnen laten. Ja, misschien verdient een remake het niet echt om ertussen te staan. Maar ik wilde gewoon eerst de stelling al noemen. Oké, dan. De stelling is... Oké. Gamersnet had GTA 5 New Gen niet mogen nomineren voor de Gamersnet Game Awards. Oké, en dan copy-paste je maar even wat ik net zei hierin. En jij zegt van wel, omdat het is... We hadden die game erin moeten doen... Of we moeten die game erin omdat we anders nooit meer gezeik hadden gekregen? Nou ja, nee, dat is niet de reden waarom hij erin staat. Maar het is wel, dat was waarschijnlijk wel gebeurd. Ik zie wel voor me dat als we dat niet hadden gedaan, dat heel veel mensen... Want toch 15% van de stemmers heeft op ja, 18, GTA 5. Ja. 18? Nou, die zouden dus, neem ik aan, wel geklaagd hebben. In ieder geval de helft. De helft zou zeggen, nou oké, dan ga ik wel voor het eerst volgende wat me dan beviel dit jaar. Maar ik denk dat er ook heel veel mensen gestemd hebben die echt alleen maar dit jaar, weet je wel, een FIFA en een GTA hebben gekocht. En dan wil je toch heel snel op GTA stemmen. Ik neem aan dat we klachten hadden gehad als we dat als hij er niet tussen had gestaan. Ja. Moet het volgend jaar open doen? Volgend jaar open? Ja. Oeh, dat is misschien ook nog moet wel. Moeten we gewoon zeggen, vul in wat jou... Maar dan... Hey. 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 Dan gaat het ook GTA worden. Nou, GTA... Want ik ga het volgend jaar... Wil ik GTA PC er dus niet in hebben. Nee. Dat want is... dat is de Xbox One versie. Snap je wat ik bedoel? Dat is de nieuwe release. Kijk, Xbox, GTA New Gen, ik vind dat serieus... Ik vind het best wel oké dat die in zo'n lijst staat.
Want het heeft best wel... Kijk, voor een remake, ik bedoel, er zijn zat remakes die er een beetje met haar pet naar gooien. Dit was wel iets groter. En dit groter. Was echt behoorlijk. Dit was, het was niet alleen maar de resolutie wat groter. Je hebt ook die first person modus. Dus het had wel iets meer, zeg maar, grond om op te staan in deze nominaties dan, zeg, een The Last of Us Remastered. Dat vond ik ook. Maar dan alsnog snap ik waarom mensen zeggen van, het is een remake, haalt er niet tussen moeten staan. Ja, maar de PC-versie is geen remake meer. Hè? Dat is gewoon eindelijk de release. Dat is... Ja. Dat is de game. Dus als wij zoals volgend jaar de nominaties, moeten jullie kiezen. Of wij gaan weer een lijst maken met nominaties. Staat GTA PC er niet in, maar er zullen ongetwijfeld ook wel weer games. Dus je altijd wat te zeuren. Of we doen het open. Maar ja, dan mag je inderdaad welke game je zegt, deel het ook maar zeggen. Maar dan heb je best wel kansen GTA PC gewoon nummer 1 wordt. Ik denk dat heel veel mensen dan ook spellen die niet dat jaar zijn verschenen in gaan voeren. Dat ook. Ik denk dat mensen best wel zo, oh, beste game van 2015? Minecraft. Ja, maar ik speel hem nog in 2015. Ja. Nee, ik denk wel dat we een nominatie moeten doen. Dat we wel mensen echt moeten nomineren. Dat is ook gewoon dat je een fijne lijst hebt. Dat je kan zien, oh ja, die heb ik nog gespeeld. Oh, dat viel me ook op dit jaar in de awards. Bijvoorbeeld een Wolfenstein of een Watch Dogs. Die zijn eigenlijk alweer een soort van vergeten. Titanfall is ook zo eentje die helemaal aan het begin... Die drie titels. Nee. Maar ook later verschenen dingen heel weinig... Ik had de top 10 heel anders voorgesteld eigenlijk. Maar ik vond bijvoorbeeld wel beknap dat een Nintendo titel zoals Super Smash Bros. Erin stond. Hulde. Dat is leuk. Ja, ik snap de commotie om GTA 5. Ja, dat is... Laat het ons weten. Laat het ons weten of we volgend jaar een nominatielijst moeten doen of open. En moeten remakes er wel of niet onder staan? Ja, laat het weten in de comments. Geef gelijk een blauw duimpje. Ja, want als we dat niet doen, dan merk ik dat we rode duimpjes krijgen. Ja. Of in ieder geval degene omlaag. Geef in ieder geval blauwe duimpjes. En die omhoog wijzen. Die omhoog wijzen ook. Die zijn fijn. Die zijn het best. Die helpen ons. Ja. Schijnbaar. Dat zegt ook elke YouTuber. Ja. Ik weet ook niet hoe, maar schijnbaar helpt het. En laat ook je stellingen achter voor volgende week. Volgende week pakken we gewoon jullie stelling. Ik wil dit even behandeld hebben. Hebben ze daar jouw woord op? Daar hebben ze mijn woord op. Tenzij er bijvoorbeeld dit jaar, deze week weer iets gebeurt van... Nee. Nou, dan beloof ik dat ik inval, zodat jij je belofte kunt houden. Ja, precies. En ik wil één ding vertellen. De winnaars van de Games at Game Awards komen deze week online. Als in niet de personen die de games... Of niet de uitgevers die de game... Die staan namelijk maar de goodie pakketten, die enorme. De goodie pakketten, die winnaars komen deze week online. En ik wil één ding voor de duidelijkheid zeggen. Dat als jij kijkt naar de geschiedenis van winnaars op Gamersnet, winnen de Gamersnetters fanatieken natuurlijk het meest. Dat wil ik even gezegd hebben. Ja. En we hebben de winnaars gekozen uit alle deelnemers. Je hoefde niet op de nummer 1 gestemd te hebben. Meedoen was genoeg om kans te maken. Ja, heel veel... Dus mensen, beschuldig ons echt, want dan kom je aan mij. Beschuldig ons nooit van niet... Netjes omgaan. Ja, we vergeten wel eens wat. Gebeurt, geef me een PM en ik zorg dat het goed komt. Maar het komt altijd uit een goed hart. Want Gamersnet is er dankzij de community. En dat weten wij heus wel. Dat weten jullie ook dat wij dat weten. Voor en door Gamers. Ja, dat is een beetje piek. Dat wil ik toch even en kwijt. Dat zeg je omdat er... Dat is toch een pijn meegenomen. Ja, dat was een soort etu brutus momentje. Dat iemand... er werd flink gebashed op de uitslag. En waarom mensen die gewonnen hadden en zo. Dat mag. Maar weet dan wel dat je aan Peters... gewoon ego komt. En dat Peter nog een beetje emotioneel snel getriggerd is. Hij kan ook echt binnen 3 seconden geheel zijn. Ik heb daar bepaalde trucjes voor. Dat is echt... Hij kan zo omslaan, die jongen. Moet dat nou echt nu aan voordoen? Ja. Bedankt voor het kijken. Tot volgende week.